Joris, het was brons in Glasgow en nou weer brons. Ben je blij? Ja, heel blij. Blij om 2 medailles te pakken in een jaar. 60 en 100. Zeer tevreden. Ja, want jij bent meester van de kortere afstand, die 60. Heb je die 100 nou onder de knie? Steeds beter. Ik denk dat vorig jaar had ik hier geen brons kunnen winnen. Maar het gaat steeds beter, dus geef het nog een tijdje en dan gaan we hoog op het podium eindigen. Je hebt al een flinke stap gezet met een PR dit jaar. Het seizoen duurt vrij lang, hè? Ook met Doha en zo. Ja, klopt. Dit is wel een hele belangrijke, maar het is een tussenstap. En straks in Doha gaan we natuurlijk met de 400 sowieso. Er gaan nog wel wat wedstrijden lopen, dus misschien komt er nog iets moois aan. En dan zien we elkaar misschien daar.